Deelnemers gaan naar de overkant van de baan, zijn daar gevorderd tot zo ongeveer halverwege met een geweldige voorsprong voor Iris de Liton. Iris de Liton, Ipson Boco vecht voor wat hij waard is en heeft een duel om plek 2 op dit moment te strijden met paard nummer 7, Gold Rush. Ja. En daarachter wordt er gestreden voor plek 4, waarbij Callisto Kings, die echt een super koers loopt vandaag, die zet de tanden nog een keer op elkaar om naar die twee paarden daarvoor toe te lopen. Maar het gaat allemaal heel ver achter de rug om van Tom Kooijman gebeuren. Hij wint het hier, maakt zijn favoriete rol voor. Volledig waar. Geeft een demonstratie weg. En er is de eerste PD-zegen. Een feit. Het is de 9 die het wint voor de 7. Dan de 4. Dan de 8 voor de 3. Een en ander is voorlopig. Ja. Wacht maar even. Ja, wie moet ik wachten? We zien Kooijman bellen. Hij heeft Peter Delis aan de telefoon. Peter, die er toch een beetje bij wil zijn. Bellen in de auto mag niet, maar ja. Achter een paard. Nou, blijf maar lopen. Ik loop wel met je mee. Was het genieten? Ja, walk in the park. Walk in the park? Ja, walk in the park, ja. Dat was helemaal het plan om hem van start af zo ertussen te laten lopen? Bas zegt, neem geen risico in het begin. Maar het leek wel sesam open nu van start af. Je kon hem met mijn ogen dicht tussendoor, dan leg je het tweede paard. Ja. Dan rijd ik maar rustig door hier en hij is veel beter dan de rest. Met alle respect, maar het was ook zo. Dit maakt jouw vak niet zo moeilijk. Nee, heeft niet veel geleerd hebben, gelukkig. Maar dat zijn wel hele fijne ritjes, hè. Al dus Tom Kooijman. Hij slaat hier toe met Iris de Liton. Kijk nog één keer naar boven. En als het anders wordt, dan gaan we u dat melden. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Envelop het inhoud voor Tom Kooijman. Bovenop de 15%. Dat is lekker, zeg. U kunt er handen voor Iris de Liton, Tom Kooijman. Just like the Sunday morning light. De auto is met de paarden op circa 50 meter van het startpunt. De start is gevallen en hij moet dan tussen die paarden door naar voren komen. Kooijman met zijn favoriet valt daar perfect in het startschot, wordt daar gelanceerd en komt aan de buitenzijde zo dadelijk al uit op een gedeelde tweede plaats. De leiding wordt echter genomen door paard nummer 4, Ipson Boco. En die brengt ze zo dadelijk de rechte lijn voor de tribune in. Ipson Boco met op de tweede plaats Calvados Chess en aan de buitenzijde meldt zich daar die Iris de Liton. Doet ze natuurlijk wel een beetje een jas uit, maar is dat wel ook een beetje aan zijn stand verplicht. En dan gaan we eens even kijken wat Jimmy Snijder denkt van een paard als Iris de Liton naar zich. Kijk eens, rem gaat er gelijk op. Ga maar, Tom. Tommy neemt daarover. Paard nummer 9 met nog 3 rondes te gaan. Dat is een hele gunstige beginfase voor uw favoriet. Tweede plaats daarachter dan die nummer 4, Ipson Boco. In derde stelling Calvados Chess. Plek 4 is daarachter dan voor Guvo Greenwood. En achter Guvo Greenwood komen dan de overige paarden in aansluitende vorm met aan de buitenzijde Callisto Kingsdeep. Aan de binnenzijde daarachter volgt dan Albert H. En achter Albert H is er dan aan de buitenzijde Gold Rush H. En dat zijn dan de paarden vooraan. Dat zijn trouwens twee broers, hè? Gold Rush en Albert. En de deelnemers komen zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Met een gezonde voorsprong voor de koploper, paard nummer 9, Iris de Liton. Op de tweede plaats daarachter Ipson Boco. Achter Ipson Boco, terwijl er weinig verandert, is het Calvados Chess. Achter Calvados Chess aan de binnenzijde, Guvo Greenwood. Aan de buitenkant Callisto Kingsdeep, fantastische korte baner, die het laatst op de lange baan in Emmeloord ook liet zien. Achter deze paarden is het dan paard nummer 7, Gold Rush. Ja, krijgt wel een geweldige koers op maat als Callisto Kingsdeep het nog even volhoudt. Achter deze paarden aan de binnenzijde dan Albert H. met Gerson Boco en Sean Dekker. Hij sluiterij met paard nummer 5, Covergirl. Maar die gaat ongetwijfeld zo dadelijk nog wel wat paarden passeren. Die zal het moeten hebben van zijn slotron. En vooraan stampt Tom lekker door met zijn nummer 9, Iris de Liton. Iris de Liton heeft hier de leiding. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die Ipson Boco. Dan Calvados Chess. Loopt geen meter te veel. Callisto Kingsdeep. Aan de binnenkant geldt hetzelfde voor Guvo Greenwood. En achter Guvo Greenwood wacht Ruud nog altijd met zijn aanval. Geldt ook voor al die andere paarden erachter. En dus moet het spel nog op de wagen. En het is het ook nog wel even te gaan, want zo dadelijk bij het passeren van de finish nog één volledige ronde. En dit is het moment dat Gold Rush losgelaten wordt en die gaat op jacht naar goud. We gaan de laatste ronde in met aan kop van het veld Iris de Liton. Aan de binnenzijde achter aan Ipson Boco. Die moet die koploper even laten gaan. Calvados Chess gaat voorzichtig van de reling af. Rond de huizen komt daar die Gold Rush aan naar voren. Vanuit de staart van het veld proberen ze het wel. Het valt niet mee of het zou die nummer 5 Covergirl moeten zijn.
Deelnemers gaan naar de overkant van de baan, zijn daar gevorderd tot zo ongeveer halverwege met een geweldige voorsprong voor Iris de Liton. Iris de Liton, Ipson Boco, vecht voor wat hij waard is en heeft een duel om plek 2 op dit moment te strijden met zijn partner nummer 7, Gold Rush. Ja. En daarachter wordt er gestreden voor plek 4, waarbij Callisto Kings, die echt een super koers loopt vandaag, die zet de tanden nog een keer op elkaar om naar die twee paarden daarvoor toe te lopen. Maar het gaat allemaal heel ver achter de rug om van Tom Kooijman gebeuren. Hij wint het hier, maakt zijn favoriete rol volledig waar. Geeft een demonstratie weg. En daar is de eerste PD-zegen. Een feit, het is de 9 die het wint voor de 7. Dan de 4, dan de 8 voor de 3. Een en ander is voorlopig.